Oost-Berlijn, onder de linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels. De Stasi was de geheime dienst van de DDR. Stasi staat voor Staatssicherheitsdienst. De DDR staat voor de Deutsche Demokratische Republiek en was een communistische staat die van 1949 tot 1990 heeft bestaan. De DDR wordt vaak ook wel Oost-Duitsland genoemd. De DDR was een dictatoriale eenpartijstaat en werd geregeerd door de SED, de Socialistische Einheitspartij Duitsland. Het leven in Oost-Duitsland werd vooral getekend door angst voor de Stasi en Stasi-spionnen. Als mensen iets verkeerd zeiden, konden ze door hun eigen ouders, leerkrachten of kinderen worden aangegeven. Verder hoorden ook armoede en lange wachtrijden tot de standaard. De voornaamste taken van de Stasi waren mensen bespioneren, geheime informatie bemachtigen en volksvijanden ontmaskeren. Dit deden ze bijvoorbeeld door middel van afluisterapparatuur, die zelfs in de huizen van mensen was geplaatst. Ook controleerde de Stasi bijvoorbeeld brieven en pakketten die Oost-Duitse burgers ontvingen en verstuurden. Dit deden ze met een briefopener en een brievensluiter, omdat de burgers niets van deze controle zouden merken. Zo probeerden ze tekenen te vinden van spionage of tekenen van voorliefde voor kapitalisme. Tevens werden andere burgers aangezet om hun medeburgers te verraden en bijvoorbeeld in scholen en ziekenhuizen te infiltreren. Hiervoor zorgde de Stasi door hoge functies aan te bieden aan actieve burgers. Zo had de Stasi een enorme invloed op bijna elk aspect van het leven in de DDR. Na de val van de Berlijnse muur bleek dat heel veel burgers samenwerkten met de Stasi en zelfs hun eigen familie aangaf. Iedereen die op een of andere manier liet blijken het niet eens te zijn met het communistische regime of het regime in de weg zat, werd door de Stasi opgepakt. Op 15 januari 1990 werd het Stasi-hoofdkantoor ingevallen en bezet door boze Berlijnse burgers. Op dit moment werd pas echt duidelijk tot hoe ver de macht van de Stasi reikte. Het Stasi-museum is opgericht in de oude Stasi-centrale, in het zogenoemde House 1. Hier is ook het kantoor van Erich Mielke, de oude Stasi-commandant. Dit kantoor beslaat de gehele tweede verdieping. Het museum laat het verhaal van de Stasi zien. Zo leer je meer over de geschiedenis van de Stasi en haar werkwijze. Verder kan je de werkruimtes van minister Erich Mielke zien, die bijna geheel in originele staat verkeren. Het museum is zeer interessant en geeft een heel goed beeld van deze geheime dienst en haar werkwijze in de Koude Oorlog.